Ik heb weer nieuwe pakketjes uitgepakt. Onder andere van de Body Shop. Twee super grote potten. Hier ben ik heel blij mee. Vooral met die body cream. Dat is echt helemaal mijn ding. En nog make-up van Miss Sporty. Ik ben heel benieuwd naar deze foundation. Ik hoop dat de lichtste licht genoeg voor mij is. Dan ben ik heel blij. Ik heb nieuwe Super Gas. Ik weet ook niet zo goed hoe je dat merk uitspreekt. Maar deze had ik al. Alleen die waren zo vies, die kreeg ik gewoon echt niet meer goed schoon. En ik vind dat gewoon hele fijne schoenen voor de zomer. Dus nu heb ik een nieuw paar. Hier ben ik ook heel blij mee. Hoi, het is zaterdag en we hebben net een outfitfoto gemaakt bij een weiland. Tadaa! En nu krijg ik een beautybehandeling bij Mood in Vel, waar ik ook ooit eens een keer mijn nagels had laten doen. Dat heb ik toen ook gevlogd. Ik heb dat voor Bas, van Bas gekregen voor ons 5,5 jaar samen zijn nog in juni. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Ik weet het nog niet precies, dus ik laat me verrassen. Nou, we zijn net wakker geworden uit onze coma. Nee, we hebben dus een schoonheidsbehandeling gehad. Het was echt heel relaxed. Maar ik kwam overeind uit die stoel en ik dacht echt, oh, ik moet helemaal wakker worden. Hier lagen we net. We hebben nog even koffie en thee op het schattige binnenplaatsje. Mijn huid is nu echt helemaal zo rood en zo. Weet je wel wat je hebt als je huid behandeld is? Wat Vera ook altijd heeft naar Hanna. Maar Bas heeft echt nu zo'n egaal babyhuidje. Dat is echt niet normaal. Nee, je kan echt heel goed verschil zien. Het is echt net alsof je poriën veel minder zichtbaar zijn en veel gladder en rustiger en zo. Ja, het voelt ook wel goed. Het voelt lekker fris. Ja, echt wel heel apart. Dat je gelijk zo'n verschil hebt. Verschil moet er zijn, hè. Sorry. Nou, we zitten nog even op het terras. Ik ga lunch trio bestellen. Kunnen jullie lezen? Lijkt me heel lekker. Ik kan namelijk niet kiezen en dan kan je alle drie doen. Krijg ik soep met een salade en een sandwich. Nou, Suus, de hart gaat harder kloppen, want ze hebben hier bami-ballen. Ik hou dus heel erg als ik friet eet of zo van een bami's krijg. Ik heb nog nooit gehoord dat ze ergens bij de borrel als snack bami-ballen hadden. Dat vind ik best geniaal. Ik vind bami heel lekker. Ik zie die bami-ballen zie ik nergens. Nee, die is voor de borrel, hè? Oh. Dus nog lunch. En wat is, lunch. Wat is dat dan wat je hebt? Champignonsoep. Echt hele dikke. Ja. Zo, ik heb er even make-up op gedaan. Want we gaan nu weer de deur uit. Maar we waren eerst even langs huis gegaan. Ik dacht, de Gay Pride is vandaag. Dus ik doe lekker hysterisch blauwe eyeliner. Daar had ik zin in. Love it or hate it. I love it. En waar gaan we heen? We gaan weer naar de opa en oma van Bas. We gaan weer barbecuen. En we zaten net te bedenken. Maar we zaten net te bedenken, morgen gaan we ook barbecuen bij mijn vader. En we hadden vanmiddag bedacht, maandag wordt het 30 graden of 33 graden of zoiets. En dan kunnen we misschien weer gaan barbecuen in het park. Maar ik zei nee, dan zijn we echt 3 dagen achter elkaar aan het barbecuen. Dat kan echt niet. Nou jongens, het is zover. Nadat mijn telefoon 1 miljoen keer is gevallen zonder dat het glas gebarsten is, is nu het glas gebarsten. Moet je sperrips dan? Ja, ik zit al een beetje vol. Ja, dat kan. Ja, nee, ik heb nog zeker 1 kilo sperrips liggen. Ja. Zorg eens of dat de vissen een salto willen maken. Ja. Nou, dat gaan ze niet doen. Ja. En, gaan ze springen? Ja, salto. Oh, iets is er. Let's see. Oh, kijk eens even. Wat verdorie. Kijk eens. Nou, dat zijn wel grote vissen. Het zijn net haaien. Ja, dat zijn echte makrelen hoor. Piranha's in ons. Dat zijn echte makrelen. Hotzee! Goedemorgen, het is zondagochtend en Bas en ik zijn aan het spinnen. We hebben nu even een plaspauze, dus vandaar dat ik denk, ik ga heel even vloggen. Bas heeft weer boodschappen gedaan. Wat heb je allemaal gekocht? Ja, ik heb wat kwark gehaald. Het ontbijt was een beetje op. En ik heb wat kruiden gehaald, deo, wat schoonmaakspullen. Ik heb net met mijn vader outfitfoto's gemaakt op het soort van bospad.
En nu gaan we nog eventjes een foto maken voor Instagram. Die moeten we niet vergeten natuurlijk. En dan gaan we weer naar mijn vaders huis, want dan is het tijd voor barbecue nummer 2 van dit weekend. Even spieken hoe het ervoor staat met het vlees. Het ziet er gewoon goed uit. Mijn zusje is net vegetarisch geworden, maar die barbecue ook mee. Wat heb jij voor burger? Ik weet niet, gewoon een vegetarische burger. Maar is het met groente of met eiwit? Of nee, wat heb je allemaal voor keus? Nou, ja. Smaakt best goed. Het is geen groenteburger. Maar inderdaad, het smaakt naar kip. Maar het is geen kip natuurlijk. Maar... Ja, ik vind ook op zijn spinningfiets, weet je, dit vind ik wel prima zo. Maar als je zo heel hard moet, dan zit ik zo... Ja. Op die fiets. Daar kan ik echt niet, man. Hoe gaat dat dan? Ja, dan zit ik helemaal zo'n hond zo. Zo, de barbecue is weer achter de rug. Ik ben weer goed gevuld. En ik wil nog even vloggen. Ik heb vanavond zo'n lieve mail gehad van een lezeres. Die heeft mij een hele uitgebreide mail gestuurd. Waarin ze schreef dat ze me pas 2 weken volgt op Fashion is a Party. En dat ze mij had ontdekt via Versus A. En Versus A had ze weer ontdekt via Vera Camilla. Nou ja, ze had zich helemaal in mij verdiept in die 2 weken tijd. En ook een heleboel negatieve reacties gelezen die ik heb gekregen in het verleden. Daar gaf ze haar mening over. En niet zozeer dat ze wilde zeggen van jij bent geweldig en al die negatieve reacties zijn bullshit. Want dat hoef ik ook allemaal niet te horen. Maar het is gewoon fijn om af en toe een steuntje in de rug te krijgen. En dat gaf ze me dus. Daar ben ik heel erg blij mee. En dat vind ik heel erg bijzonder. Dat iemand die je helemaal niet persoonlijk kent en die dat helemaal niet hoeft te doen. Gewoon de moeite neemt om je zo'n uitgebreide mail te sturen. Zonder dat ze daar verder een eigen belang bij heeft. Hoi, het is nu maandagavond en we gaan weer barbecuen voor de 3de keer op rij. Dit keer weer lekker in het park. Nee, ik zet ze er niet op hoor. Zet je er pas op als je dronken bent, goed? Als ik dronken ben. Dan kun je lang wachten, want er was niet goed lang. We zijn inmiddels weer thuis en ik zit nog aan een heerlijk citroenijsje. Jullie kunnen het niet echt zien volgens mij, maar hij is zo koud. Er komt allemaal stoom vanaf. En ondertussen ben ik aan het werk aan mijn Van Haren blog van deze week. Ik heb het Gucci parfum een mooi plekje gegeven. Sorry dat het heel donker is. Het is niet donker nu, maar ik heb de gordijnen dicht om een beetje de zon buiten te houden en de hitte buiten te houden. Maar ik heb deze hier neergezet in het mooie doosje. Vond ik wel een goede plek. En hier heb ik dan ook nog heel veel parfum. Ga even boodschappen doen. Oh, en ik heb mijn nieuwe schoenen. Dat zijn ook Gucci bamboe schoenen. Kijk. Ik had ze op Instagram gezet en ik ben er zo, zo blij mee gekocht bij Kiki Stokstil in Amsterdam. Waren echt heel erg afgeprijsd en ik wilde al heel lang bamboe ballerina's of loafers van Gucci. Dus ik ben hier mega blij mee. En we gaan nu boodschappen doen en ik ga ze gewoon aandoen. Thijs belt mij net. Hey, kom jij dit weekend naar Arnhem? Dus ik zo, nee. Oh, volgend weekend? Ik zo, weet ik niet, zo. Ja, ik wil mijn verjaardag gaan vieren en ik zei, oh, maar als je verjaardag viert, dan kom ik wel naar Arnhem, want hij is dus dinsdagjarig. 11 augustus, en wordt 20. We zijn zo dom, we zijn groenten vergeten en we dachten, oh, we hebben heel veel weg. Dit is het enige wat we nog hebben. En het is nog hard ook. En, oh nee, het ziet er echt niet te eten. Het ziet er niet goed uit. Wat moeten we nou eten? Het is alleen maar... Kip. Ik heb er een uiteren heen gedaan. Yeah. Oh. We eten het nu met pita broodjes. Ik moet zeggen, dat is eigenlijk best lekker. Goede oplossing. Jeffrey komt altijd met een oplossing. Hey, het is woensdagmiddag. Of woensdagavond eigenlijk, moet ik zeggen. Ik heb vanmiddag lekker bij mijn vader in de tuin gewerkt. Want ik denk, dan kan ik lekker buiten zitten. Ik kan ook wel op het dakterras, maar... Ja, daar vind ik toch iets makkelijker. En toen ook lekker daar gegeten. En nu ben ik weer thuis. En Bas is ook thuis gekomen uit zijn werk. Dan gaan we even omkleden. En dan ga ik Zumba doen. En Bas ook sporten. Zo, de Zumba zit er weer op. Het is, wat is het? 9:45 of zo inmiddels, toch? Ja, ik moet nog even hokken. Het is gewoon omdat ik ga slapen. Ik ben echt heel erg moe, maar... Het moet maar. Zo, hebben jullie weer een schoon hokje? Ja, hè? Goedemorgen. Ik ga zo naar een afspraak met zus. En ik heb tijd goed ingepland. En dan heb ik nog tijd over. Niet lang genoeg om aan het werk te gaan.
niet kort genoeg om alvast weg te gaan. Dus ik dacht, ik ga even de reacties lezen op mijn kappersfilmpje. En die zijn gelukkig bijna allemaal heel positief en lief. Dus dat is fijn. Een begin. Goed begin van de dag. Ja. Goedemorgen, het is donderdag en ik ben in Amsterdam. Ik heb een afspraak met Vera vanochtend. En ik hoop dat ik goed zit. Ik heb nu mijn auto geparkeerd, dus ik ga nu even zoeken waar ik precies moet zijn. En daarna ga ik naar Vera's huis en gaan we weer lekker aan het werk. Een nieuwe Versus A video opnemen en zo. Tegenwoordig heb je dus allemaal van die parkeerautomaten waar je je kenteken in moet voeren. Maar die weet ik nooit uit mijn hoofd. Die hebben we daar. Oh god, oh. Het is warm, joh. Nee, lekker. Toch veer? Heerlijk. Verbrand levend. Oei. Ik had me zo verheugd op Vera's broodrooster en daar is hij gewoon ingepakt. Want hij moet gerepareerd worden. Stom. Zo, Vera heeft net een pakketje aangenomen. Oh, wel drie. Een pakketje bezorgen is wel aardig, hè? Ja, het is echt schattig. Ja. Ik hoorde hem praten. En nu gaan we naar afspraak nummer dos. Is het toch? Dos? Ja. Dos? Spijt. Moet je echt niet meer vragen. Suus, onze tagmachine, heeft weer een nieuwe tag bedacht. Ja, ik wil even checken of die niet al bestaat. Want anders, ja, ik wil natuurlijk niet met een... We hebben net twee video's opgenomen. De eerste is de celebrity tag. Die heb ik zelf bedacht. Super proud. En de tweede is de Whisper Challenge. Ik had even een oproep gedaan op Instagram voor ideeën die jullie misschien hadden voor een leuke video voor ons. En daar kwam onder andere de Whisper Challenge op. En die ben ik op gaan zoeken. En toen zag ik Dylan. En ja, ik moest gewoon best wel hard lachen. Dus toen dacht ik, nou ja, als ik erom moet lachen, dan jullie wellicht ook. Dus ik ben heel benieuwd hoe die gaat worden. Ik denk dat die best wel grappig wordt. Suus en ik zijn uit eten. Dat doen we ook nooit meer. En we dachten, oké. Zo lekker. En het is super lekker weer en we hebben een hele lekkere pizza en we hebben heel erg honger. Dus we gaan hem lekker eten. Het is ook echt jongens, ik moet eerlijk zeggen dat gewoon het weer nu gewoon perfect is. Gewoon echt niet heet. Ik vind ook, jij zit in de zon en ik zit nog een lekker in de schaduw. Ja, ik vind het echt heerlijk. Ik zit dus met Vera te eten, zoals jullie net hebben kunnen zien, het waait lekker. En we zijn nu aan het toetje begonnen. Het is heel lekker, chocolademousse met kletskoppen. De kletskop is gone. Mijn kletskop heb ik opgevonden laten vallen. Maar... Is dat niet slim? Ja, ik heb nog een stukje. Maar de andere helft heb ik gevonden. Goedemorgen, ik heb lekker mijn haar gewassen. Dit is het schermpje goed. Zoals je kunt zien. Kijk even naar het fril die heeft. Je pees is gescheurd ofzo? Ja, maar zeg maar de pees die dit topje omhoog trekt, ja, is gescheurd. Oh. Dus nu moet ik 6 weken met dit... rare ding rondlopen. Super leuk. Oh, ik lach, maar ik vind het echt heel vervelend voor je, maar dat weet je. Ik mag hem op geen moment afdoen. Je mag hem ook niet onder de douche of zo. Nee, want als gaat de pees nou langzaam helen, ja, en hij is net een beetje geheeld, en je haalt hem eraf en je doet weer dit. Ja, oké. Ik ben net even naar Mulberry geweest en het lijkt nu alsof ik iets nieuws heb gekocht, maar dat is niet zo. Ik heb mijn tas opgehaald van de reparatie, dus we hebben hem helemaal mooi weer ingepakt. En alles, dus hij lijkt nu als nieuw. Hou ik van. En nu gaan we nog even naar de Bijenkorf. We zijn weer terug en we hebben een cadeautje voor Thijs gekocht. Die wordt dus dinsdag 20, ja. En we zouden eigenlijk dit weekend naar Arnhem gaan, maar het is toch verschoven naar volgende week. Dus volgende week is zijn verjaardag, maar ik ben waarschijnlijk dinsdag ook wel in Arnhem. Dus dan kunnen we dit wel geven, een cadeautje voor Thijs. Hij heeft het al gezien, of dit filmpje komt online. Als hij al jarig is geweest. En we eten nu even gewoon heel makkelijk een salade. Want we gaan zo meteen toch maar even naar Jeffrey. Want het is hier echt heel erg warm. En bij Jeffrey is het lekker cool. En Jeffrey heeft airco. Dus we gaan even bij de televisie zitten. Salade. Lekker uit de bak. Lekker makkelijk. Juist. Ik dacht eigenlijk, we kunnen wel even Arrested Development kijken op Netflix. Oh, ja, is goed. Zo, in de auto onderweg naar Straaien, daar lekker afkoelen en in de airco slapen. En dan gaan we morgen waarschijnlijk shoppen in Vermont. Mij wil naar die Starbucks. Is hij dicht? Hij is gewoon dicht. Kan je lezen buiten tot wanneer die open is? Vanaf hier, denk je dat ik dat kan lezen? Nee. Ja, dat moet je al vanaf. Shit, hey.